De wet Spaar- en Stabilisatiefonds, die in 2017 met algemene stemmen werd aangenomen in de Nationale Assemblée, is aan herziening toe. Deze wet maakt het mogelijk dat Suriname niet alleen verdient en uitgeeft, maar ook spaart voor de komende generaties. Echter is er tot nu toe niet met de wet gewerkt, omdat het ook raar zou staan dat vanwege de heersende armoede er gelden in het fonds zouden worden gestort. Met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de olieproductie kunnen de grote inkomsten vanuit de staatsoliemaatschappij Suriname NV wel naar het fonds. Volgens directeur Ananja Gisser wordt de wet Spaar- en Stabilisatiefonds nu opnieuw bekeken om vanuit deze inkomsten het land op een hoger niveau te brengen. Reddingsfonds ook gaan incorporeren. Waarbij dus een groot deel van die inkomsten mogen gebruikt om dure leningen af te lossen van de staat. En het tweede is dat bijvoorbeeld de volksgezondheidssector, die het heel slecht doet nu, dat we daar geld in kunnen stoppen op een snelle manier. Oké, dus wanneer denkt u dat dat allemaal zal gaan beginnen? Want de wet moet worden aangepast. Zijn de eerste stappen genomen? De eerste stappen zijn genomen. We hebben een concept. Zijn we nu aan het bespreken met de overheid en met IDB, die adviseur is. En dan gaat die wet komen. Maar de eerste inkomsten komen natuurlijk pas na of in 2028. En dan pas ga je dit soort dingen kunnen doen. Op 13 september jongstleden gaf de directeur van Total Energies, Patrick Bouyanné, het goede nieuws dat op weg naar de start van de producties in 2028 in blok 58 voor de Surinaamse kust zijn bedrijf begint met ontwikkelingsstudies en eind 2024 het finaal investeringsbesluit FID zal geven. Belangrijk om tot de FID te komen zijn de kosten per geproduceerde barrel olie, zegt Jagisse. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat die FID 100% zeker gaat komen en deze ontwikkeling komt. In de wereld worden er nu 100 miljoen barrels per dag geproduceerd. 70 miljoen van die barrels kosten meer dan $20 om te produceren. Waarvan een groot deel tussen de 50 en 65. Wil zeggen, met zo'n investering, bij zo'n investering loopt niemand weg. En als deze partijen weglopen, dan staan er 10 anderen in de rij om te komen. Daarom zeggen wij, we zijn ervan overtuigd dat deze ontwikkeling gaat komen. Dus de FID komt zeker en daarna komt de productieontwikkeling. Welke regering er ook is, gaat zich aan alle regels moeten houden. Weet je? Dus mensen gaan onbevlekt moeten zijn. En et cetera. En goed georganiseerd. Ja. Staatsolie maakt zich op om andermaal obligaties uit te geven om de 20% oftewel $1,8 miljard bijdrage in de investeringen binnen te halen. Alhoewel het bedrijf dit bedrag nog nooit eerder bij elkaar heeft kunnen krijgen, is directeur Jagisser optimistisch dat via lokale en internationale obligaties de investering wel wordt binnengehaald.